Hoi en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag weer een hele hoop nieuwe pins. Daar ga ik jullie mee naartoe nemen. Ik denk dat ik mijn volgende vlog ga vloggen over mijn Minnie Mouse oren. Er moet nog één Minnie Mouse oren binnenkomen die ik besteld heb. Daar wacht ik even op. En zodra dat binnenkomt, even de camera rechtzetten. Als dat binnenkomt, dan ga ik daarover vloggen. En dan ga ik jullie ook wat vertellen over hoe zal ik dat eens noemen, het ophangsysteem. Ik maak dat zelf. En ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om jullie daar wat over te vertellen. Pins. Daar gingen we vandaag over. Ik heb deze. Ik heb dus voorlopig geen nieuwe pins besteld, dus vandaar. Dit is... Hades. Van Hercules. Ik moest even denken. Captain Hook. Dat zijn weer Heidi Mickey's, zoals jullie zien. Zo, Oswald. Figment van een attractie in Epcot. In Walt Disney World. De piratenvlag van Pirates of the Caribbean. Deze heb ik volgens mij in de vorige vlog ook een keer laten zien. Maar ik heb er nog eentje binnen gehad. Dus die zal dan voor de RL zijn. En Tinkerbell. Vindt mijn moeder leuk trouwens. Die is helemaal gek van Tinkerbell. Ik weet niet of ze wil dat ik het zeg, maar ik heb het nu al gezegd. De Star Wars. Dus mam, als je kijkt, ik heb het verklapt. Mickey Mouse's. Daar heb ik al eentje van. Ze nemen een andere kleur. Die hebben ze in allerlei kleuren. Maar deze van is weet ik eigenlijk niet zo goed. Hij komt sowieso uit Amerika, want het is een Hide Mickey. Kun je zien aan het Mickey'tje. Wat is dit? Star Wars goofie, denk ik. Is jullie waarschijnlijk wel opgevallen dat we een andere kleur muur hebben ondertussen. Deze. Deze sowieso voor de RL, want die vind ik niet leuk. Oh ja. Scar. Van de Lion King. Die hoort natuurlijk bij de eerste twee die ik jullie liet zien. Grappig. En een Minnie Mouse handje. Deze vind ik ook niet zo leuk. Dus die is dan ook weer voor de ruil. Zo heb ik er wel meerdere hoor. Dat ik dan denk, nou, die vind ik helemaal niet leuk. En dan denk je, waarom heb je die besteld? Maar die had er gewoon bij. Kijk, die miste ik nog in mijn... Dat was een collectie, geloof ik. Of had ik die al? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er zoveel. Ik ga het straks allemaal als op het bord doen. Ah ja, deze had ik al. Maar dat maakt niet uit. De gingerbread. Ik kom niet zo heel vaak voor. Dus het is eigenlijk best wel uniek dat ik die dan nu nog een keer heb. Mocht je je weer afvragen wat je hoort op de achtergrond, de hond is aan het eten. Die heeft altijd de perfecte timing. Deze. Hij zit me nu echt aan te kijken van waarom praat je tegen de camera. Je bent gek baas. Maar dat geeft niet. Hier Ursula. Van de Little Mermaid. Ja, we zijn er nog lang niet. Dus zet je maar schrap. Deze is volgens mij van Epcot. Maar ja, die gaat dus voor de RL. Oh ja, dan zal ik deze zo eerst even bij elkaar zoeken. Deze. Jullie hebben natuurlijk nu geen idee waar ik het over heb, maar dat ga je dan zo wel zien. Deze. De Orange Bird. Van Florida. Daar heb ik een paar van. Niet heel veel. Die zijn best wel zeldzaam. Oh,
veel te veel pins. Nooit gedacht dat ik dat ging zeggen. Deze. Nou, die is dan weer voor de ruil, want die vind ik niet zo leuk. Deze heb ik al, denk ik. Dat zijn Chase Your Pins. Die zijn dus niet ingekleurd. Die zijn best wel uniek. Dat is best wel leuk. Die zie je dus ook niet zo veel. Hey, een Donald Duck. Met een Eye de Mickey. Dus dan komt hij uit Amerika. Nog een iets van fruiten. Ik denk dat deze bij de fruitcollectie hoort. Ik heb geen idee wat het is. Maar ik denk wel dat hij daarbij hoort. Jack Skeleton. The Nightmare Before Christmas. Denk ik. Zo jammer dat het er niet op staat eigenlijk. Hè? Deze botje. De botjes set heb ik al helemaal compleet. Dus deze is dan ook weer voor de ruil. Mocht je dit trouwens kijken en denk je, oh, die pin wil ik, doe je die ruilen? Dan kan je mij natuurlijk altijd contacten. Hieronder zal ik mijn mailadres even neerzetten. Mocht je dan willen ruilen, dan kan je mij een mailtje sturen. Dat is natuurlijk wel zo handig. Schoentje. Ik denk dat dat Ariel is. Geen idee. Ik denk dat deze van Tomorrowland of zo. Van de wc of zo, geen idee. Ik weet het niet allemaal hoor. Nou, dit is Mike Wissam. Ja, ik kan het niet uitspreken, maar hij is van Monster Inc. Dat is niet voor mij uitbesteed die namen. Ja, nog een figment. Normaal is figment dus paars, maar deze is geel. Dan hebben we nog deze. Vlaggetjes. Daar heb ik al eentje van. Ik weet nog niet of ik deze ga bewaren of niet. Dat zien we dan wel weer. Nog een Star Wars. En Mulan. Mulan zie je ook niet zo vaak in pins. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh ja, trouwens, ik heb natuurlijk in mijn vorige vlog het gehad over deze pins. Die heb ik natuurlijk opengemaakt. Dat waren natuurlijk mystery boxen. Ik mis er nog eentje. Nou ga ik kijken of ik die nog ergens kan ruilen. Maar ik ga niet nog een keer die boxen bestellen. Want dan heb ik er ze helemaal aan overvloed. Dus ik ga kijken of ik ze op de pinpagina op Facebook of zo kan ruilen. Even kijken. Er is vast wel iemand die bij me wil ruilen. Kijkies. Er is vast wel iemand die ik dan mis nog dubbel heeft. Jack Skeleton. Met Disneyland Parijs erop. Oh nee, Disneyland Resort. En volgens mij als het Disneyland Resort is. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dan is het volgens mij uit Anaheim. Maar dat weet ik dus niet zeker. Want als het dan volgens mij Disneyland Parijs is, dan staat er Paris onder. Maar, een Mickey's boekje voor Halloween. Ik vind Halloween pens eigenlijk heel erg leuk. Dat is een beetje gek. Deze, Fluffies. Daar heb ik er al meer van. Zoals jullie dat waarschijnlijk in mijn vorige vlog al hebben gezien. Even kijken. Deze. Lekker rommelige vlog, maar dat maakt niet uit. De Orange Bird. Leuk. Uit Florida. Dit zijn voetjes. Van Donald Duck. Oh ja, deze is uit Epcot. Ook leuk. Een van de dwergen van Sneeuwwitje. Volgens mij is die niet Grumpy. Volgens mij wel. In die mini piglet, knobbetje. Op z'n Hollands gezegd. Heel schattig. Ja, ik denk dat dit Maleficent is. De kin van Maleficent. Hm,
En koekjes erin. Heel leuk. Cheshire Cat. Van Alice in Wonderland. Heel leuk. Geen idee trouwens of ik alles goed uitspreek hoor. Maar dat... maakt voor jullie hopelijk niks uit. Duitsland. Vlag. In de Mickey vorm. Dan hebben we nog Ursula. De Lego Mermaid. Ik weet niet waar. Ik denk, is dit niet de Star Wars pin? Ik denk het wel. Mike van de Monster Inc. Een Govi pin. Een rauwe. Daar heb ik er al meerdere van. Deze heb ik volgens mij ook al. Een Mickey Mouse. Oh nee, Minnie Mouse is het. Sorry hoor jongens. Het was Minnie Mouse, plaats van Mickey Mouse. Deze. Een Tsum Tsum. Altijd leuk. Pluto in een bordje. Die hadden we al. En dan kijk je gewoon of deze dan mooier is dan die andere. Als deze mooier is dan die andere, dan bewaar ik deze. En als die andere mooier is, dan doe ik die andere. Dan doe ik deze voor de ruil. Het konijn in een theepot vorm. Van Alice in Wonderland. Nog een stropdas. Jafar van Aladdin. Oh ja. Een Mickey Mouse. Gewoon een simpele. De trein, die heb ik ook al. Pascal van Tinglet. Of Rapunzel, hoe je het wil noemen. Iedereen noemt dat anders. En kijk, ik had een aantal apart gelegd. Volgens mij heb ik die nu allemaal. Want nu gaan jullie begrijpen waarom ik die even bij elkaar heb gelegd. Kijk. Van de zeven dwergen van Sneeuwwitje. Daarom had ik die dus even apart gehouden. Kijk, ze zijn het niet allemaal. Het zijn er maar zes. Zo te zien. We moeten er dan nog één. Komen we vanzelf een keer tegen. Ik heb geen idee hoe ze allemaal heten hoor. Want dat onthoud ik allemaal niet. Ik weet wel veel. Maar dat weet ik dan niet allemaal bijna. Minnie Mouse handje. De Franse vlag. Deze heb ik ook al. Finalmation is het volgens mij. En dan een Mickey Mouse voor hem. Dit is ook zo'n Finalmation. Is van Pasen volgens mij. Staat het dan weer niet op. Er staat wel op. Dat het een limited release is. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Vast niet. Er staat limited release op in ieder geval. Deze. Knabbel of babbel. Ik haal ze altijd door elkaar. Ik weet dat de ene één tand heeft en de andere twee. Deze heeft twee tandjes. Mocht iemand het weten die kijkt, zet het onderin de reactie. Ik haal ze altijd door elkaar. Dan hebben we nog deze. Iets van Toy Story. Altijd leuk. En dan hebben we... Heel zwaar. Een vlaggetje. Een hondje. En dan hebben we nog Dumbo. Ah, we zijn er bijna, jongens. En meiden natuurlijk. En Minnie Mouse. Kan je het goed zien? Ik denk het wel. Dan hebben we nog een Italië vlag. En Donald Duck.
Een schaatspoppetje of zo? Geen idee. Bolt. De hond Bolt van de film Bolt. Mocht je het gezien hebben, die moet je echt kijken. Sowieso alle Disney films moet je kijken, maar die is wel heel leuk. Vingertje. Dan Mickey Mouse. Hey. En Pluto. Nou hebben ze dus van deze ook een silhouette set. Dan moet je dus weer op zoek. Altijd leuk. Kat. Volgens mij is dit Star Wars? Volgens mij wel. Toch wel zo. Star Wars ben ik niet zo in thuis. Ik heb ook nog niet de Star Wars films gekeken. Moet ik eigenlijk ook nog een keer doen. Een schoentje. Rapunzel, denk ik. Geen idee wat het is. Deze nog. Ze zijn niet ingekleurde. Deze van Winnie de Pooh. Is dat niet Roel en... die andere weet ik niet. Maakt het niet uit. Het is in ieder geval van Winnie de Pooh. Tinkerbell. Die is leuk. Anders dan anders. Ik denk dat dit grofische schoenen zijn. Dan hebben we nog deze. Ik denk dat dit iets van een kastanje is of zo. Denk ik, geen idee. Deze. Die is volgens mij van een restaurant of zo in Walt Disney World. En Mickey Mouse. Heel leuk. Ja, nog een Franse vlag. Alleen deze is dan kleiner. Even kijken of jullie... Kijk waar die andere gebleven is. Kijk, dan kun je het verschil zien in grote. Een grote en een kleine serie. Er zijn dus twee series van gemaakt. Het broekje van Mickey Mouse. Italiaanse vlag. En dan hebben we nog deze. Dat is dus knabbel of babbel. Oké, geen idee of die één of twee tanden heeft. Kan ik niet goed zien. Dat waren dan de pins. Voorlopig heb ik dus geen nieuwe pins besteld. Wanneer ik dat ga doen, weet ik even niet. Volgende keer ga ik meenemen naar... mijn mini-oren. Ik hoop dat de laatste mini-oren die ik heb besteld binnenkomen. Dan ga ik daar een vlog over maken. En dan komt u online. Laat hier in de comments weten wat je ervan vond. Liken, niet liken. Wat je wil. Maakt niet uit. En tot de volgende vlog.